De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, heeft op 1 november een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Universiteit van Guyana. Dit is een heugelijk moment voor ADECUS die in de week haar 55-jarig bestaan vierde. Voordat de overeenkomst is getekend, is reeds door beide universiteiten een inventarisatie gepleegd van de potentiële samenwerkingsgebieden binnen de faculteiten en instituten. Dit zal dienen als startdocument om de samenwerking verder inhoud te geven. Staatsoliemaatschappij Suriname, NV, is gisteren gestart met een aanbestedingsronde voor 11 blokken in het ondiepzeegebied, het zogenoemde shallow offshore. Dit gebied ligt ten zuiden van de diepwaterolie- en gasvondsten en ten noorden van staatsolies productievelden in het district Saramaca en heeft waterdieptes tot 150 meter. De geologische data van de verschillende blokken is vanaf 18 december 2023 voor bestudering beschikbaar voor gekwalificeerde partijen. De aanbestedingsronde sluit op 31 mei 2024. In juni 2024 worden blokken na een selectieprocedure toegewezen. In het derde kwartaal van 2023 is de status van de elektriciteitsvoorziening in Suriname gekenmerkt door een precaire financiële situatie met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van financiering en stijgende kosten. Dit maakt de Energieautoriteit Suriname, EAS, bekend in haar kwartaalrapportage. De snelle depreciatie van de SRD heeft geleid tot een groeiende kloof tussen de gemiddelde kosten en het gemiddelde elektriciteitstarief, ondanks de minimale tariefaanpassingen in juni 2023. De EAS zegt dat het belangrijk blijft om een evenwicht te vinden tussen financiële stabiliteit en het handhaven van een betaalbare en betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor alle klanten.